Welkom bij een nieuwe vlog van Patty Bart bij Linda.tv met haar favoriete plekjes op het eiland Ibiza. Maar hoe je het kent, hoor, kan ik je melden. Vandaag gaan we het hebben over de favorite hangouts, de favoriete plekken waar we veel BN'ers kunnen vinden. En tegenwoordig niet alleen maar BN'ers, maar ook internationale sterren die hun vakantie op Ibiza vieren. Want Ibiza is inmiddels een soort van jet-set eiland geworden, waar ontzettend veel voetballers, zangers, acteurs, actrices rondhangen. Je zal ze niet allemaal meteen herkennen, want ze veranderen allemaal een beetje van gedaante op dit eiland. Ja, waarom? Omdat je hier gewoon lekker jezelf kunt zijn. Geen make-up, niks, noem maar op. Heel makkelijk om bekende Nederlanders en internationale sterren te spotten is het niet. Omdat ze vaak in hele grote gehuurde of gekochte huizen wonen op het eiland. En daar overdag niet echt uitkomen. Ibiza is echt mijn droomeiland. Ik heb volgens nog 4 dagen alleen maar deze villa gezien. Als ze niet in grote huizen wonen, dan hebben ze wel hele grote jachten. Is echt niet normaal wat hier in de haven ligt. Als ze op het vasteland zijn en ze zijn in jet-set restaurants, zoek dan naar de grootste en de meeste flessen champagne, want daar zitten ze meestal achter. Als je ze wil spotten, dan zal je wel naar hele dure, leuke restaurants moeten, zoals de Pasha, de Ushuaia, de Hai en vooral in de Leo. Daar ben ik zelf nog nooit geweest, want dat vind ik iets te duur voor mijn portemonneetje. Maar ik heb wel van horen zeggen dat wil je daar een Fred van Leer of een Gordon of een Estelle Cruijff of wie dan ook spotten, dan zitten ze in de Leo. Het Leo, ik hou echt van het Leo. Toch moet je niet gek staan te kijken als je ook gewoon in de normale restaurants waar ik jullie al van op de hoogte heb gesteld een leuke bekende tegenkomt. Ik zat op het terras van het Italiaanse restaurant Macau in Santa Gertrudis. Dus dacht ik, wie is die gast ook alweer naast mij? En dat bleek James Blunt te zijn en die zat daar met zijn vrouw. Maar het is wel heel erg leuk hoe iedereen zichzelf kan zijn op dat eiland. Ja, je moet gewoon eigenlijk er niet op uit zijn en dan kom je ze allemaal tegen. Niet zoals ik, die vaak niet van huis gaat en lekker op de berg blijft, rustig. Maar als je gewoon lekker de strandjes opzoekt waarvan ik je gezegd heb dat ze leuk zijn, je komt ze allemaal tegen. We waren laatst op de zondagavond op de Blue Marlin, waar het altijd feest is. En daar was het hele VIP-deck afgehuurd door de nieuwe vriend van Rebecca Cabau. En ik zat er zelf met Gordon te eten. Maar dan zie je ook echt elke bekende Nederlander ineens op dat ene feest staan. En het was niet normaal. Een andere plek natuurlijk op het eiland waar je veel bekende Nederlanders kunt spotten, maar ook internationale. Dat is natuurlijk bij Wesley en Jolante in hun club, beachclub, de Cha Cha in Calatarida. Het is een fantastisch lekker restaurant. En als je zeker wil zijn dat je iemand bekends gaat spotten op het eiland, ga dan naar de Cha Cha XAXA in Calatarida van Wes en Jo. De favoriete hangouts overdag zijn toch wel Coco Beach, Nassau Beach en Calabasas Beach Club. Dit waren mijn tips voor Ibiza van deze week. Doei!